De verkeerssituatie rondom station Nijmegen wordt de komende jaren aangepast. De bedoeling is dat het daardoor veiliger wordt, maar de Fietsersbond heeft daar grote twijfels bij. Zo blijft er in het nieuwe plan een voetgangerskruising met busbaan bestaan. Ook zou het station slecht toegankelijk blijven voor gehandicapten en zou er onvoldoende rekening worden gehouden met de verwachte groei van het aantal fietsers de komende jaren. De Fietsersbond doet een klemmend beroep op gemeenteraadsleden om niet in te stemmen met het kwaliteitsplan. Woensdag staat het plan op de agenda van de gemeenteraad.